Nou, daar zijn ze weer, hoor, Jippie en Joepie. Het is zo'n fantastische aflevering. Oh, en die Joepie die ziet er zo geweldig uit. Het is echt geweldig. Ja, yeah, en Jippie ook. Ik zou echt kieken als ik jou was. Ik zou echt kieken, man. Yeah. Yes. Super tof dat je weer kijkt. Yes. Aflevering 8 van Jippie en Joepie. Wees als een kind. En vandaag gaan we het hebben over geef de duivel geen voet. Yes! Dat is heel belangrijk dat we de duivel geen voet geven. Want Jezus heeft de duivel overwonnen. Yes! 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 Dus veel plezier met kijken. Joepie! Joepie! Ja, vandaag hebben we het dus over dat je de duivel geen voet moet geven in je leven. En wat betekent dat nou? Heel vaak dan laten wij de duivel toe in onze gedachten. Laten we allemaal negatieve gedachten toe in ons hoofd en gaan we daarop doordenken. Maar als je weet wie je bent in Christus... Hoi, ik ben Jippie! Dan kunnen die gedachten helemaal geen werk doen in je hoofd. Toch, Joepie? Ja, dat is zeker waar. Het is dus ontzettend belangrijk dat je weet wie jij bent door wat Jezus Christus heeft gedaan. Hallo, ik ben Joepie! Onze identiteit is in het kruis te vinden. Jezus is daar voor ons aan het kruis gegaan en daardoor mogen wij zijn zoals hem. En als je dat weet, dan kan de duivel je... Ja, dan heb je eigenlijk autoriteit over de duivel. De duivel moet luisteren naar ons. Dat is onze plaats. En er staat ook in de Bijbel, wij hebben de gedachten van Christus. Yes. Dus wij mogen eigenlijk zo denken, zoals Jezus over ons denkt. Die gedachten mogen we hebben. Hoeveel hij van ons houdt en dat hij een bestemming heeft met ons leven. Dat hij een uniek plan heeft voor ons, maar ook voor jou. Dat zijn zijn gedachten. Die mogen we gaan denken. Ja, en er staat dus ook in de Bijbel, in Efeze 4 vers 27, geef de duivel geen voet. En dat is echt belangrijk. En er staat ook, daar moet ik nu aan denken, in 2 Korinthe 4 vers 10, dat neem elke gedachte krijgsgevangen. Yes, ik heb hem te pakken. Nee, ik wil niet naar de gevangenis. Dus het is ontzettend belangrijk dat we goede gedachten denken. Dat we nadenken bij wat we denken. Dat we elke gedachte als het ware toetsen. En dat we kijken of het een gedachte van God is. En als het geen gedachte van God is, dan moet je hem dus krijgsgevangen nemen. En dan moet je hem wegdoen. In Jezus' naam. Yes. Dus geef de duivel geen voet, maar verpletter hem onder je voet. Goed. Yes. En dat is eigenlijk bekering. Want dat is gedachtenvernieuwing. Jezus zegt het heel vaak, bekeert u. En eigenlijk zegt hij dat elke keer, word vernieuwd in je gedachten. Yes. Wauw, ik hou van jou, schat. Ik ook van jou, Joepie. Halleluja. Mag ik je hand tekenen? Super tof dat je weer hebt gekeken. En tot de volgende keer. Yes! Doei! Doei doei! Doei, doei. Jippie. Ja, Joepie. Denk jij dat er in de hemel roofvogels zijn? Nee, er zijn alleen loofvogels.